Nee, maar kijk, hij speelde wel namelijk. Ik twijfel ook wel eens aan mezelf, Wilfred, ja. Weet je. En vooral nu met die Manolev, weet je. Nu dat hij in de belangstelling staat van AC Milan. Ja. Ja, dan ga ik opeens toch heel anders naar zo'n gozer kijken, weet je wel. Dan denk ik, ja... Je probeert te ontdekken, ja, waarschijnlijk. Waar ligt zijn kwaliteit dan, ja, weet je. En het gekke is dat ik heb hem misschien wel vergist. Misschien is het voor AC Milan wel de gedroomde back. Ik heb een voorzet gezien. Die heb ik. Heb je die? Die heb ik. Ik heb een voorzet kijken en dan zie ik deze voorzet. Ja, en dan denk ik maar één ding. Die kopt Inzaghi erin. Ja. Dus staat 1-0. Ja. Dat zei Fred Rutte na afloop ook, die mag erin deze. Dan is die matchwinnaar. Ja. Maar ik heb er ook twee gezien dat ik denk... Daar zouden bij Milan, zullen daar mensen staan waarschijnlijk. Als hij ze zo speelt. Als hij ze zo speelt. Kijk, dit zijn helemaal geen slechte voorzetten dit. Dit zijn geen slechte voorzetten. Kijk, en deze ook niet. Er wordt gewoon slecht op geanticipeerd. Kijk, ja. Zie je? Dat zijn dus, zo zit ik nu te kijken. Ja. Dat ik dus denk, als ik zit te kijken, dat ik denk, ligt het wel aan hem? Ja. Weet je? Dat kan toch? Ja, dat kan. Ibrahimovic niet snapt deze bal, denk jij? Nee, die eerste van die matige voorzet. Misschien kun je ze nog één keer zien, weet je wel. Want kijk, nee, maar je ziet hem toch, op een gegeven moment zie je hem toch denken van... Jan, dit niet serieus doorgaan. Nee, maar kijk, deze. Ik had het idee dat dit is toch een schot, volgens mij. Hij is wel strak. Ja, een schot. Deze is wel strak. Kijk, deze is losjes geschoten. Kijk, hier, hop. Zie je? Maar daar zou een speler van Milan het gevoel bij hebben, daar moet ik staan. Waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Dus toen ik zat te kijken, dacht ik, ja... Weet je, ik kan altijd wel roepen, ja, die ballen komen niet aan, maar... Ja, misschien is wel helemaal zijn fout niet. Nee, weet je wel? Dat de PSV de kwaliteiten niet herkent. Nee, dat ze gewoon niet zien wat hij wil. Dat kan ook. Je hebt van die voetballers, Milko Djurovski had hij ook. Die was zo goed, het snapte ze niet. Dat is misschien bij Manolev ook het geval. Daarom. Dus ik volg hem nu nog steeds. Elk weekend ga ik hem echt met hele andere ogen volgen. Ja, ik ook. SMS'de jou trouwens gisteren ook tijdens de wedstrijd PSV-Roda. Ik zei, ja. Manolev stelt niet teleur, sms'de ik even. En toen beaamde jij dat. Nee, Manolev. Maar weet je, jij kijkt het anders naar dan ik nu. Ik kijk er toch positiever tegenaan. Echt waar? En ja, ik zie toch dingen in die jongen dat ik denk bij mezelf, nou... Maar, weet je wat ik zei? Misschien heb ik me wel een beetje vergist. Maar dit moment bijvoorbeeld. Kijk, nou stop ik. Kijk, hij kijkt nu, hè? Ja. Hij kijkt nu. En wat hij nu denk, want ik ga dan voor hem denken... is dat Lens staat stil. Die moet eerst de paal bewegen. Ja. Berg moet daar achter komen. En Toivonen moet zeg maar tweede paal. Dat denkt hij. Ja, dat zie je hem denken. En dat zie ik hem denken. En dat doen zij niet. Nee. En dan wordt hij boos. Kijk, dan doet hij dat. Dan wordt hij boos. Ja. Nee, dat zie ik. Nee, echt waar. Kijk, want hij loopt daar nou ook terug van... krijg het laser eens lekker. Ja. Als hij niet wil bewegen, krijg hij niet. En Toivonen was boos. Die zag je, die stond onder. Kijk. Hij kijkt nu en dan denkt hij, hier, zoek maar uit ermee. Ja. Hey. Ja, kijk, dan loopt hij terug en denk je, zo, ik heb ze weer te pakken. Denk je, wij zijn wel. Ja, goed, hè? Ja, geweldige speler. Ja. Geweldige speler. Kijk, jij gaat nu op een hoger plan zitten, hè, met Manolev. Jij zit op een hoger plan nu. Wij, allerhoogste plan. Ja, wij kunnen dat misschien nog niet helemaal volgen. Manolev, nee. Maar jij zit inmiddels op een plan met Manolev, dat je alles begrijpt. Kun je even uitleggen wat hij hier precies doet? Ik zou je zeggen. Ik zou jou zeggen. Hij wordt afgeleid door de grensrechter. Oh! Ja. Hij denkt, wie is dat? Ja. Kijk, zie je, die man die loopt daar. Hij denkt, verdomme, hij loopt tegen een vlag. Nee, ja. Het ziet er allemaal redelijk ongecontroleerd uit bij hem, hè? Maar dat is het niet. Nee. Er zit een idee achter. Ja, maar... Welk idee? Wilfred, ik heb geen flauw idee. Nee. Ik zat vanmiddag de nieuwe VI te lezen en René die heeft daar een rubriek in. En die heeft een incidentje gehad van de week thuis. Die had de deur openstaan en toen vloog er een vogel binnen. En René beschrijft dat. En die vogel die vloog van de keuken naar de woonkamer, naar de slaapkamer. Ging alle kanten op als een kip zonder kop. En hij noemt de vogel nu ook Manolev. Ik heb achter die vogel aangelopen van Manolev, je doet nou rustig. Geen adem, diep het zit. Ja. Het mooiste aan dit moment is ook nog dat hij om gaat kijken en dan naar die lijn gaat kijken. Dat hij denkt, hè? Die lag hier toch? Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan die lijn? Je ziet hem ook echt zo kijken. Dat is zo mooi, weet je. Dat is wat ik bedoel met controle. Normaal, hij kijkt dan echt. Hij denkt, ja,
Uit? Denkt hij, kan dat nou, weet je wel? Maar alsof er nog iets ligt, maar er ligt helemaal niks, weet je wel? Dat is ook zo gek eraan. Hij gaat wel heel volwassen met onze kritiek, of jouw kritiek op. Ja. Dat vind ik dat de jongen dat heel goed doet. Manu Lefje. Hij was geblesseerd en ik moet zeggen, het was een vrij ernstige botsing. Wel? Ja, behoorlijk. Ik moet zeggen dat het schijnt dat die placenta-juffrouw, die zit alweer in het vliegtuig, want dit gaat... Dit kan hem wel eens een weekje kosten. Ik weet niet, niet veel mensen zullen de botsing gezien hebben. Jij wel natuurlijk. Maar ja, maar het was een behoorlijke, botsing. Kijk. Ja, verdomme, ja. Kijk, ja. Oh god, nee. De geest weer, hè, zaterdag. Ja? Ja, hij was weer bezig. En het ingegeven door het feit dat die prior, die jongen, die onterecht die rode kaart kreeg van de Graafschap. Frenkel. Waardoor die linkerkant, die werd natuurlijk leeg. Ja. Omdat die jongen was weg. Ja, en toen dacht die Manolev, die ga ik doen. Ja. En toen kregen we dus elke keer dit. Kijk, dit is de eerste keer. Kijk, dan gaat hij er langs. En dan, wat denk jij? Ja, achter of zo. Nee, hij schiet hem tegen die gozer aan. Echt waar? Ja, let maar op. Dit is de eerste keer, hè? Dan zou je zeggen, kan gebeuren. Ja. Kan gebeuren. En dan komt de tweede keer, dus ik zit zo. Ik denk, nou, dan gaat hij weer. Kijk, vrij aangespeeld, dan gaat hij weer. En hup, en ja. En wat denk jij? Ja, nu wel achter, toch? Denk jij dat hij hem voor krijgt? Nee, hij krijgt hem naar achter, denk ik. Nu. Let op wat er gebeurt. Kijk. Hup. Achter elkaar. Ja. Ik vraag me ook af wat die Fred Rutte denkt als hij daar zit. Ja. De derde keer was echt. Toen dacht ik echt, het gaat nu goed komen. Ja. Hij had ruimte. De tijd. Kijk hier, vrij aan en dan en wat denk jij? Ja, dan schiet hij weer. Nee. Hij krijgt hem nu voor. Ja? Ja, let maar op. Hoe kan dit nou, Johan? Hoe kan dit nou? Die Manolev wordt een obsessie van je. Manolev geblesseerd, 3 weken. Ja, godverdorie. Ja, van me. Ik heb hem een fruitmand gestuurd. Echt waar? Ja, nee. Nee, serieus. In de hoop dat hij snel weer fit is. Want ja, wat nu? Ja, dat zat ik me ook te bedenken toen wie ik door. Wie ja. Nu? Manolev gezien. Nee. Ja, echt waar. Maar die speelde toch niet? Nee, die speelde niet. Die stapte uit zijn auto. En toen het is echt toevallig. Ik liep net langs. En toen zag ik dat hij aan het zoeken was waar hij naar binnen moest. Dus ook buiten het veld heeft hij geen flauw idee. Nee. Echt, dat is al niet alleen in het veld, hoor, maar dat is ook buiten het veld. Ja. Dus wat verwarde blik heeft hij. Toen dus zag hij jou, het was helemaal geschrokken. Ja, dat rennen dan. Om de tijd niet spelen, ondanks het feit dat hij fit is. Want, zo zegt Rutte, Manolev heeft wedstrijden nodig. Juist niet. Nee, want niemand Manolev is het beste zonder bal. Dus waarom zou je dan wedstrijden nodig hebben? Als je zonder bal het beste bent. Ja. Over ballen gesproken, Johan Flemings. Ik snap die Manolev wel. Toch? Die, ja. Ja, ja die had mij over de vierde man gehoord. Die denkt, ja. Dadelijk gaat hij daarmee door. Hè? Dan stopt hij met mij. Ja. Nou, ik kan hem geruststellen. hij vraagt erom. Ja. Ik moet zondag naar PSV Ajax. En ik ga echt uitkijken waar ik mijn auto ga zitten. Weet je, ik ga het een beetje van tevoren een beetje uitpluizen waar ik die auto... Je zit een Chinees neer? Een endweg van het stadion. Bij die straat, een Chinees daar. Een endweg van het stadion. En het ergste van alles is nog, hij raakt hem nog goed ook. Let op. Daar komt hij, hoor. Voorzetje, kijk eens. Opsakee. Moet je het gezicht zien hier, dat gezicht? Ja. Hij wil zijn gezicht trekken, die erbij van... Wat scheelt het? Bijna, hè? Hij heeft godverdomme de rand van het stadion geraakt, die mafkees. Ja, man, dat kan toch niet? Hij doet het maar wel, gewoon, weet je, dat heeft... Het heeft ook iets met een enorme plaat voor je hoofd te maken. Als jij zo'n bal gewoon in één keer neemt, weet je dat... Weet je, ja, hij zat niet echt lekker in de wedstrijd. Maar ik wil nog één keer zien, want ja... Voor hetzelfde geld? Ik wil die doetzak 1000 keer die bal voor eens laten geven. Hij gaat hem niet 1 keer van die afstand erin schieten. Daar ben ik van overtuigd. Hop. Ja, mooi. Kijk dat. Kijk. Hij denkt, god, weer een bal weg. Ja, dit is het even al iets treurigs.
Maar hoe viel Manuel even in dan? Ik ben toch even benieuwd wat je daarvan vond. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ben best vaak kritisch op hem, maar hij viel dit keer goed in. Hij was rustig aan de bal. Hij ging op het juiste moment mee naar voren. Hij werd een paar keer goed ingespeeld. Hij had een paar Meen je dit nou of niet? Nee. Hij had een paar hele goede voorzetten. Hij had een paar hele goede voorzetten. Kijk, dit is de eerste. Ik vond deze voorzet niet slecht. Ik vond hem niet slecht. En die mensen fluiten dus al lang niet meer hierom, hè? Dit hebben ze al op de koop toegenomen. Als die Manolev gaat, dan zeggen ze: jongens, kom maar terug. Weet je dat? Maar hij had nog één moment, weet je. Ik heb ook wel eens met Manolevje dat ik bij mezelf denk van weet je, kwam die nou van rechts? Of is het die andere zijn schuld, weet je wat? Want kijk, dat was dit moment, dan zo'n botsing. Kijk. Godverdomme, ja, weet je, wie had er nou voorrang? Ik weet het ook niet. Hij kwam van rechts, volgens mij. Hij kwam van rechts, ja. Nou ja, dan, daarom zei ik, die jongen van Heracles had eigenlijk uit de weg moeten gaan, vind ik, in dit ja, geval. Ja, toen Manolev er zo aankomt. Nee, ik vind als Manolev er aankomt, dan moet je er niet voor gaan staan. Nee, maar dit, echt, ik zweer het je. Kijk, we kunnen er wel om lachen, maar het was echt een afschuwelijk weekend. Ja, René gaat niet meer naar de verjaardag van Fred Rutte, maar ik ben bang na dit nieuwtje dat René ook niet meer op mijn verjaardag komt. Want AC Milan heeft interesse getoond voor Manolev. Nou, ja. Het volgende is aan de hand. Tijdens de Interland Bulgarije-Engeland zaten er dus scouts van AC Milan op de tribune. Die zijn geweldig onder de indruk geraakt. En ze volgen hem op de voet. Want ze wilden als eerste keus van de wiel hebben. Maar die is te duur. Ja. En nu hebben ze hun interesse verlegd naar Manolev. Dus ik hoop dat dit niet op de rij in Italië uitgezonden wordt. Maar wat hebben die scouts die avond ervoor zitten doen dan? Ik heb geen idee. Misschien dat ze Soho in geweest zijn. Nee, maar dat is hetzelfde voor scouts die interesse hebben in Castaños. Ik bedoel, als je die jongen toch de laatste weken volgt, dan kan je het niet serieus nemen. Nee, dat klopt. Hij weet dat wij daar enorm om moesten lachen. Dus hij denkt, nou ja, weet je, gun ze dat. Maar wat deed dat met jou, het bericht dat Manolev nu definitief weg is? Ik neem aan. Weet je, het wordt zwaar overdreven wat ik gedaan heb natuurlijk. Hè? Want er wordt een soort, nee, maar ik lees ook dat ik de schuldige ben en zo. Maar ik heb het in principe maar 4 maanden gedaan. Hè? 4 maanden. Ik heb 4 maanden heb ik beelden laten zien. En daarna, 2 jaar daarna, bezei Brans dat ik hem kapot gemaakt had, dat het belachelijk was wat ik gedaan had. Toen dacht ik, ja, maar Ernie, het is al... Of nee, Marcel. Ja. Het is al 2 jaar terug. Ja. Maar schijnbaar heeft het toch zo'n impact. Ja. En dat komt allemaal door YouTube, hè? Doordat mensen steeds terugkijken. Op YouTube staat dat. Ja. En er kunnen mensen terug. Die denken dat dan van gisteren is. Maar dat is al van anderhalf jaar. Zou het niet vooral te maken hebben met het feit dat de man verantwoordelijk is die hem aangetrokken heeft? Want de mensen die hem gescout hebben, en ik neem aan dat daar heel wat reisjes voor gemaakt zijn, die hebben rapporten gemaakt. Het was een Bulgaarse international. Je hebt gemeld dat Milan zelfs een keer geïnteresseerd was in hem. Moet je nou ja, kijk, Johan hier. Nee, ja. Kijk, weet je wat je met die mensen hebt? Die spelen een keer een voldoende in het Bulgaarse elftal. Precies, en dan krijg je dat. Want op het middenveld bij Bulgarije heeft hij best wel eens nuttige wedstrijden gespeeld. Daar hebben ze hem op gekocht. Want ik heb hem dat Bulgaarse elftal vaak zien spelen. Daar spelen ze met één diepe spits. Kijk jij naar Bulgaarse elftal? Ik kijk vaak naar Bulgaarse speelde tegen Nederland goed. Tegen Nederland ook speelt hij hangend rechtsbuiten. Speelt hij op een 5-mans middenveld. Maar André heeft dat ook gezien, hoor ik. Die wedstrijd heb ik toevallig gezien en hij was goed. En ik begrijp niet dat René hem zo afvalt, die jongen. Het is gewoon een fantastische rechtsbuiten. Maar hij is er maar 4 maanden gedaan. René, je moet je niet gaan overschatten, want nu begin je onzin uit te kramen. Nou ja, toen ik hem zag spelen tegen Nederland, vond ik hem goed. Okay, en dat is de enige wedstrijd meteen die ik gezien heb. Fijn, jongen, en nou weer even je mond houden. Rick van der Heerde uit Breda. Wilfred, weet je, eerlijk is eerlijk, en dat doe jij ook. Als ik ga kijken naar SV Riet PSV in het Keine Zorgen Arena... Ja, dat was geweldig, in de Keine Zorgen Arena. Dan ga ik zitten thuis en dan denk ik, dit wordt een enorme kutwedstrijd. Dat is wat ik denk. Dus eigenlijk kan het nooit tegenvallen.
En het gekke is... Viel tegen. Het is nog erger. Ja. Het is nog erger. Het is niet om aan te gluren. Ik zei je... En dan... Weet je wat ik gedaan heb gisteravond? Nee. Ik verveelde me zo. Ik heb de Elsevier... Ik ben de economie van Schiermonnikoog ben ik gaan bestuderen. Zo? Nou, dat, net zo erg... Is dit ongeveer... kan toch niet? Vertel er eens iets over. Dit kan toch niet? Nou, het is allemaal monopolisten zijn. Dat, het is maar één bakker, het is maar één fietsenmaker. En die jongens, die kan allemaal... Van heel interessant om... net zoals op Vlieland en zo. Dat is mijn favoriete vakantieland. Eiland. Maar op Schiermonnikoog... Je hebt het echt serieus zitten lezen. Ik dacht dat het een grapje was, maar je hebt het echt serieus Ik heb gisteravond de economie van Schiermonnikoog altijd gewoon beter doen dan naar die voetbalwedstrijd kijken. Ik vond het werkelijk niet om aan te zien. Nou, waar ik me vooral aan gestoord heb... Ik heb de laatste weken heb ik al die interviews van die heren gelezen... en van meneer Toivonen zijn toekomstvisie op PSV bestudeerd. En dan zie ik ze daar gisteren tegen Riet... Nou, eerlijk gezegd, in de topklasse zou Riet niet mee kunnen in Nederland. En dan zie ik al die mensen met... Zo leek het ook een beetje voor de wedstrijd. Heb je PSV een strakke pak allemaal en die jongens maar in... al die PSV-spelers, want ik vind het nu ook een beetje lullig... En kijken, dat... op de achtergrond staan die jongens van Riet, lijkt wel een campinghelft. Ja, die komen net van PSV. Werk waarschijnlijk. Ja. Maar kijk, die arme Fred Rutte, die krijgt overal de schuld van. En die is natuurlijk ook wel eindverantwoordelijk. Maar die spelers van PSV, die laten het zo zitten. Die Bauma, die heeft moord en een been lopen klagen dat hij een keer... Manolev. Ja, die kan toch helemaal geen reet. Had hij erin gekund? Had hij erin gekund? Dat is mijn vraag aan jou. Had die bal erin gekund? Weet je, ik wil nog wel eens een... Kijk, zeg het eerlijk. Nee, maar... Mag hij erin? Weet je... Ja. Weet je wat het is, Wilfred? Jij denkt misschien nog wel eens bij jezelf van... waarom kon er geen momentje Manolev meer? Nee. Maar je kan nu gewoon 90 minuten van Manolev uitzenden. Als je die Marcelo, joh. Maar Manolev wordt volgens mij steeds slechter. Want hij ging op een gegeven moment ging hij ook aan de rechterkant van het veld bij het strafstofgebied ging hij een dribbel aan. En je weet van tevoren al, dit leidt tot niets. Alles mislukt. Als een kip zonder kop, hij kan er geen reet van. Ja, maar Johan, het erg is, hè. Nee, maar het erg is, hè. Dat ze nu denken dat wij negatief zijn. Echt, ik ga werkelijk zitten met het idee... Wat wordt een enorme draak van Wij hebben hard gereden om nog die wedstrijd mee te krijgen. Ja, daarvoor hebben jullie AZ natuurlijk gemist, maar dat was ook al niet om aan te gluren. Dus nee, dat maar was weet echt... je weer, als het dan nog een beetje niveau is, ben je al, denk je al... Nou, dat valt nog ineens 1-1-2. En die denkt, nou, dat valt niet tegen. Nee. Omdat, joh, ik heb ook van die wedstrijden gespeeld uit in Bulgarije en in Luxemburg. Vreselijk. Maar dit slaat echt alles waar ik gisteren naar heb zitten. Maar Jan, heb je het ook gezien of niet? Ja, ja, maar, vond je het ook zo slecht als hier? Maar AZ werd je ook niet vrolijk van. Het laatste half uur was een drama. Je had het trouwens net over Manolev. Maar we zaten vrijdag te kijken naar het geweldige moment van Ronaldinho. Dat had je er even aangeraden. Kijk er even naar. Kijken we voor de mensen die het even gemist hebben. Kijken we er even naar Ronaldinho, hoe die bal aanneemt. Dat is ook heel bijzonder. Ja, dat is echt geweldig. Maar dit is heel bijzonder allemaal. Kijk, dit doet hij echt fantastisch. Maar toen zaten wij afgelopen weekend te kijken naar die wedstrijd van PSV. En moet je even opletten. Ja, heb ik ook gezien. Manolev, 28e minuut, let op. Ja. Die heeft zitten kijken vrijdag. Ja. Op Manolev. Ja. 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 Hop, en daar gaat hij. Ja, ja. Wees blij dat ze het tegenhouden, hè? Ja. Want anders gaat het mis. Nou ja, ik kijk natuurlijk sowieso. Ik ga naar PSV Ajax zondags eigenlijk speciaal voor Manolev, weet je, omdat die blijft mij sowieso bezighouden. Ja, zat te kijken weer gisteren. Nee, ik zat gisteren op te letten, omdat ik dan ook nog wel eens denk van toen hij klein was, Manolev. Ja. Wat zou het toen? Manolefje toen. Toen was het een heel klein Manolefje natuurlijk. Ja. En wat ik nou namelijk denk, en dat heb je altijd bij amateurclubs, want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik was dan wel niet zo één. Maar bij een amateurclub is het zo, Johan, altijd heb je van de 10 zijn er 3 die aardig kunnen voetballen. 3 normaal en 4 die kunnen er eigenlijk gereed van. En die er gereed van kennen, daar zeg je altijd als die bal uit is van... Ah, ga maar door, joh. Weet je wel? Zo van, maakt niet uit, weet je wel. Dat doe je altijd. We hebben niet gezien. Ik ga nu wel eens naar die kleine van mij speelde in de F1 bij C6. En dan hebben ze ook dat als er dan één die een beetje hopeloos is en dat gaat uit, zegt die scheidsrechter, jongen, ga maar door. En zo was hij er vroeger heen. En dan zie je dus later dat daar krijg je dan later last van. Dat je niet meer... Ja? Dat zie ik aan die... Kijk, ik analyseer die momenten wel, of het nou goed of slecht is. Ik analyseer ze wel. Dan ben ik dan helemaal bezig van... Hoe zou dat nou komen? Nou, dat kon omdat vroeger zeiden ze... Ah, joh, ga maar door. En toen heb je zo'n moment ontdekt gisteravond... Zo'n moment waar had ik met blijkt hem. Dat hij vroeger door mocht gaan. Ja, vroeger mocht hij door. Ja, vroeger mocht hij door. Maar dat mag nu niet meer. Nee, dat mag nu niet meer. Nee. En dat weet hij niet altijd. Nee, maar dat komt natuurlijk... Dat zit er ingebakken bij hem. Kijk, hier zo heb je zo'n moment. Dan, kijk, dan
Kijk, daar gaat hij uit. En... Ja, hij denkt dan, ja, verdomme. Vroeger mocht ik hem gewoon voorgeven. Ja. Dat denkt hij. Ja, maar je ziet hem ook een soort naar die grensrechten kijken van... Hoezo? Wat maak je nou druk om? Weet je, dat vind ik leuk. Maar ik kijk ook niet op als hij volgende week een corner half weg wil nemen. Hè? Nee. Maar hij blijft het wel proberen. Want de hele wedstrijd door, applausjes, hupjes. Goed, man. En dan ook deze weer. Ja. Kijk, hij denkt, ja joh, dat maakt er niet uit. Ik. Maar bij PSV zijn ze ook niet helemaal gek. Want het is ook niet toevallig natuurlijk dat ze niet zo'n geweldige aanbieding gedaan hebben. Kijk, bij PSV hebben ze die man ooit binnengehaald. En in het begin waren ze nog wel enthousiast dat het rent en het vliegt en het beweegt. Maar het is zo'n ADHD-voetballer is het, hè? Nou, hij had toch een paar aardige voorbereidingen gisteren. Die bal die berg op die paal schiet. Die kwam van hem, dat kunnen we niet ontkennen. Maar het is toch geen... nou ja. Nee, maar het is toch geen speler waar PSV mee vooruit kan. Maar Fred Rutte is niet voor niets toch wel redelijk enthousiast over. Is de laatste week wat kritisch over. Ja, maar Fred Rutte kan toch niet zeggen wat René hier zegt. Ik denk dat Fred Rutte hetzelfde denkt. Maar een rechtsback, die kun je zelf nog wel opleiden. Ik denk als je in de eerste divisie rondkijkt, dat je echt wel een rechtsback vindt die aan de bal sterker is. Ik las dat Jan Kromkamp excelleert in het reserveelftal van PSV op dit moment. Maar... Nou, die gaat ook naar Go Ahead. Ja, die gaat in de eerste divisie. Maar misschien jongens, die scouten. Je zag bij die goal van Liel dat we hier wel iets te vaak tegen Poupon spelen, hè? En tegen de Moerje. Als je ziet dat die jongen zonder echt te versnellen zo ging. Makkelijk er tussendoor lopen. Vrouw, ja. Schrokken gewoon. En niemand doet er wat, hè? Twee mensen naast zich, die doen niets. Ja. Nee, maar laten we daar straks Pieters was eigenlijk degene die een beetje inhield, omdat hij dacht, die Marcelo gaat het doen. En die timde volledig verkeerd. Maar zo zie je, ja, als de Moerje er tussendoor komt... Kijk, ja. Dit is ook een maandelefje. Ja, voorzetje. Hey, maar ik had wel daar komt wel het doelpunt uit nu, de tegenwoord. Ja, nee, dat weet ik. Ik heb bij Liel wel zoiets dat ik denk, weet je... Kijk, je mag best bij de tweede komen, maar je moet niet de treinknecht in doel zetten. Dat vind ik dan wel niet. Ja. Dat vind ik dan weer net iets te ver gaan, hè? Hij debuteerde, hè, Moeko. Ja. Je kon er geen reet van, man, die keeper. Maar Manolev kreeg even een klein uitbrandertje. Ja, balletje onder de voeten. Ik moet wel lachen dat hij zei, we dachten dat we Maradona weer in de ploeg hadden. Maar hij heeft er natuurlijk zelf precies hetzelfde als dat ik er naar kijk. Alleen, ja, hij moet er iets aan doen. En ik vind het alleen maar leuk als hij het doet. Ja. Weet je wel? Kijk, ja. Dus wat dat gaat, zitten we niet met dezelfde ideeën ernaar te kijken. Maar toch stelt hij hem op. Ja, maar hij gelooft er nog steeds in. En het is natuurlijk... Hij zegt ook steeds, Manolev is heel belangrijk voor ons elftal en voor ons voetbal. Het voetbal dat PSV wil spelen, zegt hij steeds. Nou, ik denk dat Manolev heel belangrijk is voor de sfeer in het stadion. Ik denk dat het publiek... Ik denk niet dat Fred Rutte er zo over denkt. Nou nee, maar als je met Manolev thuis speelt... dat had je vroeger ook met die rare Belgische bek van FC Utrecht... Je wilt Stijn Vreven. Stijn Vreven. Als hij dan aan de bal komt, dan krijg je een opgewonden sfeertje. Dan gebeurt er wat, weet je wel. En dat zijn voor je team, want er ontstaat een goede sfeer in het stadion... en het team krijgt een push. Maar het is natuurlijk onbegrijpelijk om Manolev... die inderdaad de fout maakt om de gekste dingen te doen die hij niet moet doen... om die na zoveel weken absentie zomaar in zo'n belangrijke wedstrijd in te zetten. Dat begrijp ik niet. Ja, ik hoorde opeens Henk Spaan zeggen dat Marcellus daar veel beter kon staan afgelopen zondag. Ja, maar dan heeft Henk er geen verstand van, want Marcellus is een hele kwetsbare verdediger. Die hebben ze gewoon weggedaan bij PSV. Omdat hij in balbezit wel aardig meevoetbalt, maar die kan helemaal niet verdedigen. En Bert van Marwijk heeft diezelfde ervaringen met het Nederlands elftal. Dus Manolev is dan beter? Nou, Manolev is lastiger. Lastig. En beter voor de sfeer, heb ik net gehoord. Ja, maar die rent mee en die valt en die glijdt uit en zo. Kom maar die capers! Ja. Kom maar die capers! Ja, het is een beetje Renje Rot. Ja. Ik begin ook steeds meer te begrijpen waarom mensen dit... Nou ja, hier. Wat is dit eigenlijk voor programma, Johan, vraag jij je wel eens af. Is dit nou een amusementsprogramma of een voetbalprogramma? Nou, volgens tvgids.nl is Voetbal International geen sportprogramma, maar een amusementsprogramma. Wat vind jij daarvan? Leon Kaspers uit Enschede. Nou, ik vind daar niets van. De mensen mogen... Oh, wat gebeurt er? Nee, maar met dit soort dingen dan schiet ik altijd even vol. Ja, ik merk het, ja. Maar mensen mogen ervan vinden wat ze willen. Als mensen zich amuseren, dan is het een amusementsprogramma. Maar die Wijnaldum is wel... Of die Manolev is wel een gevaarlijke jongen, want...
is wel de topscorer van Bulgarije. Dus laten we wel oppassen. Wat jongen. Zeg je nou? Nee, toch? Met hoeveel goals dan? Ja, hij is topscorer van Bulgarije. Met hoeveel goals? 4 goals. Eentje ook nog tegen Nederland. Dus in de gaten houden die gozer. Ja, 4 goals. Ja. En je bent topscorer van Bulgarije, ja, man. Ja, het is van Belgaars elftal. Ja, dat snap ik. Dat nog. Ja. Is niet verkeerd natuurlijk allemaal. En hij zal, hij zal er wel een beetje op gebrand zijn om te laten zien aan jou dat hij nog steeds kan. Ja. Dus, hij kan helemaal niks.